Wel, de Chinese economie kampt al enkele kwartalen met groeizorgen. Het is vooral die afkoeling van de kredietgroei die weegt op de economische activiteit. Problemen situeren zich met name in de industrie. En er zijn natuurlijk ook die handelsspanningen met de Verenigde Staten. Nu, in het vierde kwartaal was die groei nog altijd wel 6,4%. Althans, volgens de officiële cijfers. Wij denken eerder 5% op dit moment. En ja, die vertraging van die kredietgroei suggereert toch eerder dat we daar naar 4% gaan. Op zich is dit niet nieuw. We zijn hier al geweest in 2011, 2012. Ook in 2015 en 2016 was er al duidelijk neerwaartse druk op die economische activiteit. En toen zijn Chinese beleidsmakers erin geslaagd om die economie opnieuw te lanceren. De maatregelen die de Chinese beleidsmakers nemen zijn vrij divers in nature. Je hebt het monetaire kader, je hebt het fiscale kader en je hebt de beleidsmaatregelen op vlak van vastgoed. Wel, op monetair vlak zien we dat de korte termijn marktinterestvoeten met zo'n 1% zijn gedaald. Dat komt door het beleid van de Chinese Centrale Bank. En ook de reservevereisten voor de commerciële banken zijn intussen zo'n 4 keer versoepeld. Op het budgettaire vlak zien we belastingverlagingen. Die zijn met name gericht op gezinnen en KMO's. En ook de budgettaire uitgaven zitten opnieuw in de lift. En al bij al kan je zeggen dat het budgettaire deficit van de overheid in de tweede jaarhelft met zo'n dikke 1% toenam. Op het vlak van vastgoed zijn er tot dusver nog altijd geen noemenswaardige versoepelingsmaatregelen genomen. Of die Chinese groei onmiddellijk zal stabiliseren, hangt af van verschillende elementen. Op korte termijn is het natuurlijk belangrijk te kijken naar de stimulus. Daarbij is het duidelijk dat die niet zozeer georiënteerd zijn naar de grote infrastructuurprojecten, de grote overheidsinvesteringen. Zoals dat wel het geval was bijvoorbeeld in 2015 en 2016. En op die manier had je echt een krachtig relancemiddel. Dat is nu niet het geval. Dus vandaar dat we verwachten dat die Chinese stabilisering maar eerst tegen de helft van het jaar zal komen. En dan zijn er ook nog natuurlijk de lange termijn uitdagingen voor die economie, zoals de vertragende productiviteitsgroei, de vergrijzing van de bevolking en de diversificatie van de economie naar meer binnenlandse consumptie. Dus alles bij elkaar genomen zullen dat uitdagingen zijn waarvoor de Chinese beleidsmakers staan en die ook in de toekomst nog de financiële markten zullen blijven beroeren.